Maar dan begrijp ik één ding niet, Marco. Het is heel eenvoudig. Heb jij met hem gesproken? Heb jij met hem... Ik heb nu pallets. Die zijn verdwenen. Ik zit hier... Ze komen uit Hongarije, toch? Ja, ze komen uit Hongarije. Hij zei... Dokter, ben ik al? Nee, nog niet. Okay. Meneer Richard. Die pallets. Waar zijn die dan? Want het kan niet verdwijnen. Oké, okay, luister. Ze komen uit Hongarije. Het is heel eenvoudig. Het is heel eenvoudig. Ik bestel ze. Anderhalve maand geleden. Anderhalve maand geleden heb ik ze besteld. Leo. Ja? Leo? Het kan niet in één keer weg zijn of zo. Ik heb jou ingehuurd. Het is gewoon zaken doen, hè? Ik heb jou ingehuurd. Ik betaal jou. Wat is er nou voor onzin, joh? Jij bent mijn intermediair, toch? Ja, maar dan moet je je werk doen. Luister, het is heel eenvoudig. Ik wil binnen nu. Leo, en de einde dag, Leo, maximaal morgen. Ik word hier gek van. Morgen wil ik weten waar ze zijn. Ja? Ik wil weten waar die dingen zijn. Ik heb daar een bak geld in gegooid. Oh, wil je weten? Kom nou toch. Ik heb anders nog een koptelefoon gehoord. Het is zaken doen, ja? Met noise cancelling. Mannetje, kijk waar die pallets zijn. Het is heel eenvoudig. Jij bent dat mannetje, Marco. Staan ze bij de grens? Staan ze bij de grens, Marco? Het is heel eenvoudig. Ik wil weten waar... Werkt wel, hè? Dank u wel. Fijn.